Dit is een harde bal. Dit is geen yogabal, zeg maar. En hier kan je op lopen. Hoe dan? Oké, probeer naar mij toe te rollen. Zonder handen erop springen. 3, 2, 1. Jodap, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Ik sta vandaag bij mijn auto. En deze auto die rijdt nu ongeveer 3 weken aan maand al perfect. Maar omdat hij natuurlijk een nieuwe turbo erin heeft gehad, moet hij af en toe even gecheckt worden. Dus vandaag sta ik bij PSTG, want de auto gaat even de brug op. Ze gaan even kijken of alles nog goed is, of dat ik zelf niks kapot heb gemaakt, of dat er een slangetje los zit, of weet ik veel wat. Gewoon even 100% zeker weten dat ik er weer veilig mee door kan rijden. En ik ben wel benieuwd. Ik heb hem al redelijk wat ingetrapt, dus het zou me niks verbazen als ze zeggen van... Eventjes iets rustiger rijden de volgende keer, jongen. Staat hier ook een lekker RS6'je. Ja, toch vind ik een RS3 mooier. Eens even kijken. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit. Nou, dat is mooi. Dan ga ik weer verder rijden. Helemaal top. Je bent meenemen. Aan. Deze auto lijkt een beetje op die van jou toen je in de vangrail had gereden. Ja, ik had het net al gezien. Het was niet helemaal goed, kan ik je vertellen. Nee, deze is niet helemaal goed. Nee, zo had jij die van jou er ook ongeveer uit laten zien. Ja, leuk. Elke keer als wij een Mazda zien, dan willen we even kijken. Wij zijn nu echt fans geworden van deze auto. Ja, het is echt wel een mooie auto. Alleen, hij is wel echt aan alle kanten naar de klooien. En het kan ook weer niet anders dat deze pannenkoek er ook weer is. Thomas heeft een Miltek RS3 met een facelift. En jullie hebben deze al vaker gehoord, hij klinkt heel bruut. Maar hij heeft nu een andere tuner op zitten, weer door Tuning Service Huis natuurlijk. Moet je maar even luisteren. Hij trekt hem weg. Dit ding blijft me verbazen, dit is echt insane. Daar komt hij weer hoor, je hoort hem al aankomen. What the heck. Hey, later! Die auto van Thomas klinkt heel leuk, maar dat hoef ik niet. We kwamen er alleen achter dat ik nog steeds mijn parkeerpasprobleem heb. Die zit nog steeds hier vast. Hier, je kan het een heel klein beetje zien. Moet je hier eens even op inzoomen? Ja, zie je? Nu heb ik dus iets bedacht. Ik heb een stukje tape aan een pasje gedaan. Die doe ik heel plat zo houden. Dan doe ik die langs het raam eraan. Dan plak ik hem eraan en dan trek ik hem omhoog. Hoe groot gok jullie kans dat dit goed gaat? Nul. Kut! Steekjes blijven zitten! Ja, kutzooi! Wat moet je hebben dan? Ja, mijn verkeerd was hier daartussen. Waar dan? Ja, hier. Ergens daar. Nou, die is er toch zo uit? Hoe dan? Ja, toch? Die is er zo uit, toch? Nou, dat dacht ik ook! Dat was niet! Ik heb een hele mooie toolkit, kijk eens. Ja, ja. Nou, hij beweegt hoor. No. I'm gonna get it. Ja, daarheen. Oké, ja. Oké, nu weer die kant ophalen. Nee, hij gaat onderdoor. Ja. Hij komt nu heel hoog, ja. Zeg maar een ding altijd, hè. Ja, ja. We got it back! Waar was dus blij. Nu krijg ik geen parkeerboetes meer. Jippie, man. Ieder gauw geparkeerd. En nu is het pasje eruit en dan moet hem ook maar even schoonmaken. Oh, het dak gaan ze aan de rol, kut hoor. We hebben net even wat hele dikke foto's gemaakt van de auto, moet je maar kijken. Maar nu zijn we in Gym.XL, want Gym.XL is helemaal leeg. Dus wij kunnen hier nog wel eventjes met z'n drieën trainen. Omdat wij elkaar toch eigenlijk al de hele tijd zagen, kunnen wij gewoon lekker met z'n drieën trainen. Jee, laten we wat gaan doen. En ik ben de laatste tijd bezig met heel veel dingen kunnen. Dus jongleren, een bal op mijn vinger draaien. Diabolo ben ik laatst weer mee begonnen. Nu zijn we bezig met touwtjes springen. En deze bal, dit is een harde bal. Dit is geen yogabal, zeg maar. En hier kan je op lopen. Ik deed net in één keer en het ging best wel goed. Dan zouden we zien of nu in één keer de afval. Mee. Kom naar jullie toe hoor. Ik heb op zich best wel oké controle. Ik vind dit soort dingen oefenen zo leuk. Gewoon weer nieuwe dingen leren. Oké, we gaan een parcoursje doen. We gaan het tegen elkaar doen. Zilver, jij doet sowieso mee, want jij... Ja, maar jij bent echt zo'n circusacrobaat. Jij kan dit sowieso. Tijdens dat begin je. Ja, dit bedoel ik dus. Hey. Hey, Anne, wil jij meedoen? Ja, jij doet maar op die. Maar er doorheen zigzaggen. Ja, gewoon zigzaggen. Slalom eromheen.
En dan weer pittig. Terug over de witte lijn. Dan ga je eerst maar één keer gewoon staan en daarna doen we een stukje steenpje schaar. Gewoon met twee voeten springen, ja. Oef. Ja, maar dan niet zo. hou je balans. Ja, je kan het. Oké, okay, probeer naar mij toe te rollen. Oh, het is nu blijkbaar best moeilijk. Ik dacht oprecht dat het gewoon heel lastig of heel makkelijk was. Ja, maar jij bent zo'n homo universalis. Iemand die alles kan. Nou, ja, homo. Dat is wel echt zo. Ja. Dat zei mijn moeder ook al. Je bent echt zo iemand die alles, maar dan ook alles kan. Zilver moet nog eventjes een beetje oefenen. Hoe dan? Wow, dat was best wel knap. Bos heeft echt een apengroen. Ja, wat? Ja, hij staat nog. Hoe dan? Rustig. Hij is een pinguïn. Ja. Hi. Ja! Dat was 5, toch? Was het 6 al? Nee, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, nu is jouw bord zilver. Dit is jouw kans. Laat zien hoe een circusaapje je bent. Oké, hier op. Jij loopt je eigen voet. Nou, pionnetjes 2. Kijk eens. Ja. Je gaat te veel naar voren leunen met je borst. Zilver kan niet. Ik ga Anna's hand een keer vasthouden. Gaan we eens kijken hoe dat gaat. En nu naar voren lopen. Kijk. Ik kom wel stilstaan. Zilver, ik heb een heel leuk wedstrijdje bedacht wat wij tegen elkaar gaan doen. We hebben hier een zachte yogabal en een harde bal. Dat is veel makkelijker om op te staan. Jij gaat op de harde bal, ik ga op de zachte bal, wie het langst kan blijven staan. Zonder handen erop springen. Nee, dat gaat niet jongens. Dan ga je niet zo hard op je mouw. Kom, we gaan het doen. Ja, je nek. 3, vooral. 2, 1. Oh. Huh? Dit is gewoon de beste van allemaal. Oh! Oh, yo! Oké, we gaan het parcoursje nog een keer doen. Sorry, pionnetje. Nou. Oh. Yo! Helemaal. Er liggen maar 3 pionnetjes zo ver, dus best wel knap. Zo, ik ben gewoon licht in mijn hoofd zo erg als ik alles aan het spannen was. Leuk. Engelbert, mag ik hem alsjeblieft meenemen? Ja. Maar dan wil ik echt dat je echt gaat oefenen en dat je meer kunt dan alleen maar lopen op de ring. Niet op een harde ondergrond. Ik wil hem in dezelfde staat dan het nu is. Hebben we een deal? De volgende keer als ik terugkom, dan kan ik dit, zo. En dan in één keer. In één keer door. Vind ik een goeie. Maar dit moet lukken, wacht, voordat ik de grond raak sta ik. Hoppakee. Kijk. Oh, nu heb ik zweetvoeten gek. Tip, als je zo'n bal hebt, ga niet op je schenen erop, dan zit er fucking veel pijn. Nou, ik neem hem mee. Doei. Na al dit circusgedoe gaat Zilver even zijn trampoline skills laten zien. Hey Engelbert, kan jij dat ook nog? Ja, maar dan doe ik er meestal 2 keer extra bij. Ja, nog steeds sick dat je dit kan. Blijf mijzelf ook verbazen. Hey, derde op wereldkampioenschap. Oh, blijf me verbazen dat ik het kan. Ja, wel sick hoor. Dit had ik ook wel graag gekund, zo mooi. Bij mij is alles gewoon een beetje... Zullen we een beetje synchro springen hebben, Bas? Oké. Okay. We gaan nu allebei een combinatie van 10 verschillende salto's, of eigenlijk 10 salto's, achter elkaar doordoen. Ik doe het op de freerun manier. En Zilver doet het op de turn manier. Moeten jullie maar even laten weten wat jullie er mooi uit vinden zien. Ik stem alvast op Zilver. Tadaa! Wow, mijn air awareness is helemaal weg. Ik had geen idee meer waar ik was. Ja. Lekker gedaan. Maar laten jullie maar even hier beneden weten, wie vond het beter? Zilver of Boas? Ik heb nu weer iets gedaan
waar ik de vorige keer echt uren over heb gedaan, nu een minuutje of 20, hier staan, lopen, schoppen, springen, op mijn rug, erin. En elke keer als ik spring, dan heb ik dit. Ik kan gewoon niet springen. Als ik dit doe, dan overkom jij ook je angst, oké? Ja, is goed. Okay. Nou, wie heeft hem? Nee. Ja, jij hebt hem aangetikt. Ik heb hem al gedaan, hij nog niet. Dus hij is heel dom dat hij dit aantikt. Zo, ik bleef heel ver van de muur, zag je dat? Maar ik deed het wel, hè? En dat betekent dat jij nu nog maar gaat springen. Wie? Huh? Nee. Er staat niemand. Nee, weet ik. Dat ben jij namelijk ook. Maar ik denk dat ik hem liever gewoon zo doe. Oké. Hoe durf je dat wel? Ik vind dat minder eng. Oké. Okay. Kan jij gainers? Ja. Nee. Contra's. Gewoon. Van hier vanaf? Nee. Daar naartoe. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Doe eens even contra de trampoline naar de mat. Ja, dan ga ik wel in stijl naar beneden, hè. Zelfs Miron en Enzo kunnen dit, hè. Wat? Hier vanaf gaineren. Oké. Okay. So what? Lekker, je zou er in stijl afgaan. Ja, maar ik wil even één keer hebben dat ik er gewoon weer op kom. Ja, dat. Hey, je gaat even contra oefenen. Vanaf hier naar de mat. Lekker contra gainer. Nu vanaf hier. Wat je dus gaat doen is gewoon dit. Oké, we gaan hem eerst even vanaf hier proberen. Nee, niet rennend. Ja, mag ook rennend als je het liever wil, maar... Vanuit stilstand. Ja. Hier, prima. Je hebt daar nog 6 keer zoveel hoogte. Ja, dat is wel handig. Laten we het doen. 3, 2, 1. Netjes. Zo. Gewoon in één keer ook stilstaan. Ik wil hem wel stikken. Ja? Ja. Een wedstrijd die iemand eerst stikt. Scheiße! Kut! Oh, oh, oh! Kut! Ah! Yes! Ja! Oh, nee! Yes. Ja! Nee! Ik vond het een leuk wedstrijdje. Oké, gewaagde tegenstander. Nu gainer full. Ja, doei! Als ik dit in één keer stik, dan win ik. Ja, dat vind ik. Oké, oké. Heb je? Dat was wel kloot, wel ziek. Helaas, zilver, gefeliciteerd, lucht uit het boogje. En nu is het tijd om te slapen. En ik lig lekker in bed. Ik ben heel blij dat ik weer eens even goed heb kunnen trainen als het ware. Maar ik ben nu wel moe, dus ik ga lekker slapen. Voor jij, deze video leuk. Doe een duim omhoog. Vind je het leuk? Leuk, leuk. Subscribe even. En dan zie ik je volgende keer bij de volgende video. Later. Hee 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 h